Dat onze studenten vandaag aan de dag in Cuba kunnen studeren is een initiatief van Fidel Castro. Dit zegt Ike Antonius, ambassadeur van Suriname, in verband met de 90ste jaardag van Fidel Castro vandaag. Antonius zegt dat Castro met zijn ideeën altijd getracht heeft het belang van samenwerking en eenheid te benadrukken en dat moeten wij onderkennen. Castro is niet alleen belangrijk voor zijn eigen bevolking, maar ook voor dat van de gehele wereld. Dat onze studenten vandaag aan de dag kunnen studeren te Cuba is een initiatief geweest van Fidel Castro. Toen, decennia geleden, een marineschool werd omgebouwd in een medische school nadat landen in Centraal-Amerika waren getroffen door een hurricane, een natuurramp. Toen heeft Fidel Castro het besluit genomen om een medische school op te zetten en dat is nu, dus hier zien wij de vruchten daarvan. Dus wij onderkennen dat, dat is een felicitatieboodschap aan het Cubaanse volk, aan de Cubaanse regering. Onze regering heeft natuurlijk ook een felicitatieboodschap op het hoogste niveau gestuurd, richting de leiding, politieke leiding van Cuba. Maar van mijn kant uit is het eentje van onderkennen van de bijdrage die Cuba levert bij de vorming van menselijk kapitaal. Antonius zegt dat Castro de nadruk legt op het belang van een veilige planeet. Hij wil een evenwicht tussen economische vooruitgang en de bescherming van de biodiversiteit. Fidel Castro is vandaag 90 jaar geworden.